Welkom bij een GameKings Extra Review. We doen het gewoon. Een mini-review. We doen gewoon mini-reviews op YouTube. Ja, dat doen we tegenwoordig. Want we kregen dit vandaag binnen en we dachten, dit is eigenlijk... Weet je, we hebben het vandaag uitgeprobeerd, maar het is... Ja, het is klein. Ja. Het is niet heel erg uitgebreid. En we dachten, weet je wat, laten we dat eens op YouTube gooien. Sowieso, gewoon. Kijk, ja. YouTube. Gewoon echte YouTubers, dat zijn we gewoon. Ja. Like en subscribe. Voel je je al zo? Voel je al YouTuber? Ik voel me echt direct gewoon volledig een YouTuber. Ja, ik ook. Ja, voelt goed, hè? Ja. Hey, ik ben al een tijdje gestopt met Pokémon Go. Ja, ik niet helemaal. Dat komt voornamelijk omdat Kijk daar niet zo ver van mijn huis vandaan is. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, want bij mij is het wel ver van mijn wijs. Echt bizar. Is echt bizar. Maar goed, dit is hem. De Pokémon Go Plus. Ja, we zijn heel erg goed voorbereid, want we zijn het armbandje nu al kwijtgeraakt. Het armbandje zijn we al kwijt, dus we hebben hem zo. Je kan mij, goed, het staat ook zelfs in de handleiding dat je ook aan je broek kan hangen en weet ik veel wat. Ja, want het ding is, dit is dus een gadget die gemaakt is voor Pokémon Go. Waarmee je eigenlijk op een makkelijke manier, zonder te veel van je batterij te verspillen, Pokémon kan vangen. Eerlijk gezegd, wij hier gaan niet met zo'n armband rondlopen. Ik stop het liefst zo ver mogelijk weg, zodat niemand ziet dat ik dit daadwerkelijk aan het doen ben nog. Ik schaam me er niet per se voor. Alleen dit ding, als die nou heel veel had gedaan, dan oké, misschien. Ja. Maar er zitten heel veel maars aan dit ding. Klopt, want hij vangt alleen Pokémon die je al gevangen hebt, als die ze al vangt. Ja, want het, je gaat lopen. En hij begint te trillen, dan is er een Pokémon in de buurt en dan kan je die vangen. Nou, dan... Op knopje terug. Ja, dus dan hoef je niet je telefoon te openen. Maar het vangen van die Pokémon gaat een stuk minder makkelijk dan gewoon in de app zelf. Je hebt echt 50% kans dat je gewoon misgooit en dan krijg je een notificatie toch nog op je telefoon van de Pokémon is weggerend. En wij zaten het even te doen en we hadden echt binnen 10 minuten zo'n lijst aan Pokémon die alleen maar weglopen. Dus in dat opzicht ben je Pokémon balls aan het verspillen. Ja. Of, want gebruik je eigen Pokéballs? Hij gebruikt je eigen Pokéballs. Sterker nog, hij gebruikt alleen je Pokéballs. Als je daar doorheen bent, hij pakt niet je Great Balls, hij pakt niet je Ultra Balls. Dus dat ding is... als je echt een soort van een dag weggaat en je gaat alleen op dit ding zitten letten, totaal onbetrouwbaar wat er eigenlijk gebeurt. Je weet niet wat er gebeurt. Want als die er doorheen is, dan vang je gewoon niks meer. Terwijl je nog makkelijk, als je dan 50 Great Balls in je inventory hebt, zou je dat gewoon kunnen gebruiken. Maar dat doet hij niet. Hij doet alleen de Pokéballs gebruiken. Je kan er wel ook Pokéstops mee pakken. Ja, dan gaat hij blauw knipperen. En dan gaat hij zo vaak trillen de hoeveelheid items die eruit komen. Dus dan trilt opeens dat ding 5 keer. Alleen niet, dus het zegt niet hoeveel wat je dan hebt gekregen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een overbodig apparaat. Want ik snap wel, je batterij gaat wat langer mee. Maar ik ben nog alleen op zoek eigenlijk naar Pokémon die ik nog niet heb. En ik hoef niet nog 10 Magikarps en 10 Pidgeys en weet ik veel wat allemaal. En dat is eigenlijk het enige wat je hiermee kan vangen. En als je het al vangt. Precies, als je het al vangt. Ja, maar ding is, als je een beetje die game nog veel speelt, het is eigenlijk gewoon een grind. Weet je probeert al die Pokémon's juist wel te vangen. Omdat je dan, als je dan een lucky egg hebt, dan ga je alles achter elkaar evolven. En dan pak je, ik weet niet hoeveel duizend, 10.000 XP's. Daar zou dit apparaatje normaal lekker voor zijn. Je hoeft niet eens de telefoon in je handen te hebben, niet het op te letten wat je aan het doen bent. Behalve dat hij dus bijna niks vangt. Ja. En ik snap niet helemaal waarom dat is. Je zou denken dat je als je bij een free-to-play game €40 investeert, dat je dan juist soort van beter bent dan de rest. Dat is in dit geval helemaal niet zo. Dit ding, voor mij heeft het 2 keer iets gevangen. Ja, zoiets. Nou, het is echt... 20 pogingen of zo. Dat is echt belachelijk. Ik vraag me ook af, dat weet ik eerlijk gezegd niet, of die meerdere pokeballs probeert te gooien op één Pokémon. Of dat hij gewoon naar één pokebal die misgaat. Ik denk dat het gewoon één pokebal is. En dan daarna probeert hij het niet eens meer. Nee. Nou ja, dat vind ik weird. Ik vind het een raar dingetje en ik vind het ook... Overpriced. Zullen we dat heel erg overpriced noemen? Zeker heel erg overpriced. Ik bedoel, het is Bluetooth. Het werkt via Bluetooth. Het werkt trouwens ook niet heel geweldig. Je moet het via de app pairen. Niks, maar je moet wel je Bluetooth aanzetten en ik heb dan wij krijgen het net niet voor elkaar. De tech guy hier die is volgens mij net nog een half uur bezig geweest om het op mijn telefoon ook aan de praat te krijgen. Gewoon een iPhone 6. Ja, want het was eerst gepaard met een andere telefoon en toen wou ik het zelf ook nog even uitproberen. En dat was dus echt een heel drama, dus echt makkelijk is het ook nog. Ik heb mijn iPhone dus naar de reparatie. Ik heb nu een Galaxy Note 3 en daar hoort hij mee te werken. Het is wel een oud telefoon, maar hij hoort er mee te werken. Niks. Hij ziet hem, maar hij kan er niet mee connecten. Dus eigenlijk kunnen we wel concluderen dat de Pokémon Go Plus een useless apparaat is. Ja, vind ik weird.
Dit is van Nintendo. Dit is echt van Nintendo. Dit is wel echt van Nintendo. En als dit Nintendo's bijdrage is aan Pokémon Go, dan is het niet best. Nee. En dat terwijl we zo van Pokémon houden. Verdomme. Ja, maar echt. Ja. Wil je het nog hebben over dat de anime soort van er niet meer uitziet? Oh ja, zullen we het daar nog even over hebben? Want dat was ook wel. Voor iedereen die niet naar de Pokémon anime kijkt, die moet nu heel snel ophouden met kijken. Ik was gisteren aan het surfen op het internet en de teaser van de Sun and Moon anime is al een paar dagen uit, maar ik zag hem gisteren pas. Soste! Televisie-anime, Shin Series ni totsuniu! Satoshi to Pikachu ga Alola 地方を舞台に全力大冒険! Alola! Soste, 仲間と一緒にスクールライフ? ドラゴンです! どういうこと? ドラゴン?さらに全力の Z 技が炸裂新シリーズポケットモンスターサン&ムーンは11月放送スタートお楽しみに En ik schrok me toch even dood toen ik zag wat ze met Ash hebben gedaan. Ja, dat is echt heel erg. Ja, ik weet niet, voor de mensen die Pokémon XY hebben gekeken. Was echt, ik denk, een van de beste seizoenen. Misschien wel in heel 20 jaar Pokémon. Ash die werd eindelijk een beetje badass. Hij zag er cool uit. Hij had een team waar je u tegen zei. Hij kickte iedereen zijn ass. En ik zat die trailer te kijken en zo'n... een kind gemaakt en het plot van Pokémon Sun and Moon is Ash gaat naar school en hij wil studeren zoals hij dat nog nooit eerder heeft gedaan. Dat stond letterlijk, dat was de vertaling vanuit Japans, hè? Ja, maar een typische Japanse anime gaan ze ervan maken. Het is geen, want in al die Japanse anime's, of het nou games of series zijn, ga je naar school. En dan gaat er s'avonds gebeuren de dingen buiten, weet ik veel wat. Het gevoel krijg ik heel erg ook van dit. Daarna ziet Ash er niet meer uit. Nee, maar het is, weet je, ik heb het idee, volgens mij wordt Pokémon, de anime in ieder geval, iets minder populair. Omdat je zoveel andere dingen hebt tegenwoordig. Kijk bijvoorbeeld naar Yo-Kai Watch, dat is populairder op qua de anime, de game dan niet, maar dan Pokémon. En dat ziet er ook een beetje zo uit. En ook bijvoorbeeld die nieuwe Digimon, die heeft ook een beetje dit steltje. En ik vind het raar dat je als Pokémon zijnde, als de voorloper van alles wat je net noemt. Ja. Dat moet je gaan aanpassen aan die shit. Ja, en het is ook. Ja, ik vind het gewoon een beetje jammer. Want ik voel mezelf ook een beetje in de zeik genomen. Weet je, ik ben fucking bijna 23-jarige die nog steeds Pokémon kijkt. Misschien moet ik niet zeiken. Misschien is het ook wel daadwerkelijk echt voor kinderen. Maar weet je, we volgen Ash al zo lang. En dan krijgt hij echt een ontzettende downgrade. Maar sowieso, die hele Pokémon lijkt wel een reboot. Want die games hebben geen gyms. Het zijn vier, die Sun and Moon heb ik dan over. Dus eigenlijk waar die anime op gebaseerd is. Ja. Geen gyms. Hele weird-ass manier om challenges te completen. Wat had je nog meer? Je hebt die gekke Pokémon natuurlijk. Dit lijkt wel alsof die Pokémon gereboot worden. Ja. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ze voor ogen hebben. Ja, ik ben wel echt benieuwd naar die game. Daar heb ik echt... Ik heb echt onmenselijk veel zin nog steeds in Pokémon Sun and Moon voor op mijn 3DS. Maar inderdaad, die anime... Het wordt echt heel anders. Ja, het wordt echt heel anders. En misschien is het ook wel een goed ding. Je weet het niet. Misschien houden we wel gewoon niet van verandering. Maar een ander ding wat ik dit weekend heb zitten kijken, ook Pokémon, is Pokémon Generations. En ik weet niet of jij die Origins hebt gekeken met Red? Nee, ik moet het altijd nog zien. Ja, het was echt heel tof. Het is wat volwassener. En het zijn eigenlijk shorts van ongeveer 3 à 4 minuten. Maar die Origins niet, toch? Dat zijn echt volledige afleveringen. Er zijn er volgens mij 4 van. En die Generations, dat zijn dan korte afleveringen die dan allemaal een ander verhaal vertellen over al die verschillende regio's eigenlijk in de Pokémon-wereld. Maar dat is wat ik wil dat Pokémon is. Een stuk volwassener, ook wat, weet je wel, in Ash wordt alles gewoon echt vrolijk neergezet. Maar het is allemaal niet vrolijk, want je hebt een soort van beesten die vuur spuwen, levensgevaarlijk die shit. Ja. En er gaat natuurlijk van alles mis. En dat komt wel in die Generations-filmen naar boven. Nee, ik denk dat ze dat expres zo maken. Ik denk dat ze die serie... Die maken ze voor ons waarschijnlijk. En deze series, die Generations en Origins, die worden dan voor ons gemaakt. Ja, maar ze moeten wel gewoon, weet je, Ash, een beetje respect voor Ash. Hij doet dit nou al 20 jaar, ga hem nou niet opeens naar school sturen. Heeft hij daar ooit ambitie voor gehad? Nee. Nee. Heeft hij het nodig? Nee. En ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, waar ik echt boos van word. Sorry, dit zit me echt diep, jongens. Ja, ga verder. Nee, ik luister graag. Dat hele, weet je wel, hij wint nooit een Pokémon League. En ik heb echt zoiets van, wat is het nou voor voorbeeld aan kinderen? Van, jongens, jullie kunnen proberen wat je wilt.
Maar het lukt je lekker toch nooit. Dat is eigenlijk letterlijk is wat de Pokémon Company je probeert in te wrijven. Als hij het wint, dan is er minder purpose. Dan had hij alsnog op vakantie kunnen gaan in Alola voor Pokémon Sun en Moon. En dan had hij prima kunnen gaan studeren als hij daar ambitie voor had. Oké, ja, daar heb je gelijk. Het was veel logischer geweest. Weet je wat mij eigenlijk ook zag wat mij dwars zit? Ik heb de Pokémon Trading Card Game online eens geprobeerd. Ja, heb ik ook gedaan. Nou, het is echt... Waarom is het zo kut? Vond je het kut? Die game werkt echt als een trein. Nee, man. Die client loopt een paar keer vast. Hij is Nederlands. Ik weet niet hoe ik hem Engels kan zetten. Ik kreeg ook meteen in mijn deck Articuno en weet ik wat. Dus ik had meteen zoiets van, nou, ik ben al klaar. Ik ben al klaar. Mijn deck ja, zit... maar zat je niet bij de tutorial nog? Nee, ik was er voorbij. Ik ging mijn deck kijken. Ja, misschien dat ik nog een paar keer door moet klikken en dat ik het allemaal niet meer heb. Maar ik vond het heel makkelijk. Ja, en ik vond het... maar heb je al online gespeeld? Nee. Ja, dat moet je even doen, want ik weet, Emiel is het echt hardcore aan het spelen. David volgens mij ook. Ja, is dat leuk? Is het echt leuk? Ja, het schijnt wel echt leuk te zijn. Ik ben er ook aan begonnen en ik vind het tot nu toe wel leuk. Ik heb het idee dat als ze zo'n 2 seconden marketing doen, ik zie het ook nooit ergens voorbij komen. Nee. Als ze 2 seconden marketing doen en een klein beetje een iets nou, ze mogen wel client maken, dan is het misschien ook een beetje dat we een beetje concurrentie voor Hearthstone of zo. Dus uiteindelijk is het Pokémon. Tuurlijk, het is super groot en het is... Ik denk, het is gewoon een van de beste kaartgames die je kan spelen. Ja. En maar ja, het ding is dus ook met die poker voor iedereen die hem heeft gespeeld, dat ziet er gewoon echt niet uit. Ik bedoel, die personage waar dan mee speelt, die is dan wel, je kan hem customizen, maar het is echt het meest lame personage ooit. Ze zien er niet uit. Nee, maar ja, als ze dat zouden... Ja, waarom doen ze dat niet? Gewoon zo'n app, Pokémon card game op je telefoon. Ja. Dag Hearthstone, nou, iedereen gaat het spelen. Precies, de Hearthstone is nergens en het kan wel op je tablet en op je PC. Ja. Dus op je telefoon moet eventjes een iets modernere client, weet je, even wat meer werk erin. Dan denk ik dat Hearthstone nergens meer is. Nee, nou zo gingen we dus van de review van de Pokémon Go Plus naar onze rant over... De kwestie over Pokémon. ik kan hier echt nog wel even over doorgaan. Ja, ik ook. Maar dat komt omdat ik tegenwoordig... Nou, ik ben gewoon altijd Pokémon blijven kijken. En soms dan kijk ik het weer wat minder. En nu ben ik dus, daar zit ik er weer helemaal in. En ook na het laatste seizoen was ik helemaal... Ja, het wordt zo vet. En Ash is eindelijk een keer een badass. En dan krijg je de teaser van Sun and Moon. En dan is de fucking... Afgelopen. Het fucking verhaal... Hij wil de allerbeste worden op school. Het maakt hem niet meer uit. Hij wil niet alle Pokémon vangen. Aan de andere kant gaat hij misschien na 2 dagen op school. Gaat hij van school weer die school geflikkerd. Dat... Omdat hij met Charizard soort van de hele school een fik zet of zo. Ik weet het niet. Ja, we gaan het zien. Ja, ik heb trouwens dit weekend allemaal Pokémon kaarten uitgezocht. Ik wil meer Pokémon kaarten kopen. Ja, ik ook. Ik zit echt naar die booster pack boxen van €140 te kijken. En ik wil het gewoon bijna gewoon Ik heb bestellen. Er ook echt al 1 keer, ik was een soort van zo'n Pikachu box heb je. En ik heb letterlijk erop geklikt. En toen dacht ik, oké, nee. Die 20th anniversary. Ja, die yellow box. Ja, maar nu weet ik dus yellow, red, green en blue. Die wil ik zo alle 4. En weet je hoe duur dat is, man? Dat is een probleem. Ja. Soms maak ik me een beetje zorgen over mezelf als ik hier op mijn leeftijd nog over Pokémon aan het praten ben. Ja, maar weet ook zo, zo intens ook. Echt intens, worden er boos van, we worden er geëmotioneerd. Het is echt heel erg eigenlijk. We zijn in de greep van Pokémon, maar niet in de greep van dit ding. Nee, dit is het niet helemaal. Nee, dit is het niet.